Horen jullie dat geluid? Weet je wat dat is? Dat is het geluid van ongeveer 300 euro waard aan tweezers waar ik nooit iets mee zal doen. Een hele case vol. Er zijn, vind ik, op de markt heel veel slechte tweezers in omloop. Omdat ze gewoon simpelweg niet goed sluiten. Ten eerste alle tweezers die je zeg maar voor een prikje via eBay kan kopen, geen succes. Maar ook best wel grote merken. Daar gaat er al één. Oké, we zijn weer. Ook best wel grote merken, Nederland en buitenland, verkopen slechte tweezers. En nou kan het natuurlijk zo zijn dat er heel veel merken zijn die in principe wel goede tweezers verkopen, maar ze niet met de hand testen, allemaal stuk voor stuk. Want dat is wel echt belangrijk. Want zelfs bij hele dure tweezers kan het natuurlijk zijn dat de 10 van de 100 helemaal niet goed sluiten. Want dat is eigenlijk waar het bij deze tweezers omgaat, ze sluiten niet goed. Ik heb ze echt in alle soorten en maten. Mooie stainless steel met een 3 mm tip. Ik heb ze in prachtige gouden kleuren. Ik heb ze in het zwart. Ik heb ze met dunne tips, maar ook hele mooie met dikke tips. Ik heb eigenlijk alles. Totdat ik eigenlijk vorige maand besloot te investeren in een Dumont tweezer. Een Dumont tweezer, ik weet eigenlijk niet zeker wat die kost, maar ik dacht 70 euro ex btw. Dat is dus voor een tweezer best wel duur als je ervan uitgaat dat de meeste ongeveer 20 euro zijn. Maar, dames en heren, ja en heren, goedkoop is duurkoop. Goed werk, goed materiaal is het halve werk. Dat soort dingen, dat is ook in onze business zo. Dus ik heb toch geïnvesteerd in een Dumont tweezer. En daar ben ik heel blij mee. En de meiden die hier werken ook, die hebben hem inmiddels ook mogen testen. We zijn er allemaal over uit dat de Dumont tweezer, los van het feit dat zijn vormgeving super fijn is, dat er hele fijne grip zit, waardoor je waaier eigenlijk altijd goed blijft zitten, omdat je met je duim en je wijsvinger gewoon heel veel grip hebt op de pincet. Dus hij vloekt nooit, omdat je grip iets versoepelt, valt hij nooit uit je waaier. Ik vind het toch ook wel een uitkomst dat hij van stainless steel is en mat. Want eigenlijk die gladde tweezers zijn helemaal niet handig. Om het feit dus dat heel snel je grip verslapt. Of dat je wegglijdt en dat je waaier tussenuit vloept. De lange punt vind ik super handig. Want die 3 mm tips zijn heel fijn om te werken. Maar eigenlijk is een lange punt veel handiger. Want dan kan je met die dunne punt mooi tussen al die kleine haren. Dat die rond of vierkant is, weet ik niet of dat zoveel uitmaakt. Daar heb ik eigenlijk geen voorkeur in. Maar de grip, mensen. Ik ga jullie straks even meenemen naar mijn werkplek. En dan ga ik eventjes laten zien hoe ik waaiers maak. Is niet de beste manier. Het is gewoon een manier die ik het fijnst vind. En dan wil ik graag de Dumont tweezer even bij laten zien. En wat is er dan zo speciaal aan de Dumont tweezer, behalve de prijs? Ten eerste, zit er grip op een pincet? Ik heb nog nooit één pincet, goedkoop of duur, maakt niet uit, gehad die grip heeft. Eigenlijk is het onmisbaar. Ik snap niet dat niet elke groothandel pincetten aanschaft met grip. Want met grip in je pincet valt je waaier eigenlijk nooit uit je pincet. Heel vaak heb je als je je pols in een bepaalde hoek moet draaien, dat je merkt dat toch iets je grip verslapt. Helemaal met al die gladde pincetten. Want je hebt wel stainless matte pincetten zonder grip, die doen het al minder. Maar al die gladde, mooie, shiny, gouden, zilveren pincetten is eigenlijk helemaal niet handig. Want hoe gladder je pincet, hoe sneller je duim en wijsvinger iets verschuiven. En als die pincet ook maar iets open gaat, dan ligt gelijk je waaier op de grond. Dat is eigenlijk millimeterwerk. Dat komt heel precies. Dus grip, dat ten eerste. Vormgeving, super handig. Ik dacht eerst, die 3 mm tips die zoveel in omloop zijn, zijn hartstikke handig. Is op zich wel zo, want je kan er wel mooi tussen met je waaier. Maar zelf vind ik dat een langere punt. Hij loopt zo mooi smal toe, dat eigenlijk veel handiger is om er mooi tussen te kunnen. En dat je dus ook veel beter je waaier nog kunt sturen. Grip, stainless steel, prachtige vormgeving, dunne punt. Ik denk dat het gewoon tijd is om hem even live te demonstreren aan jullie. Klein beetje naar de zijkant uitwaaieren. Dan trek ik ze naar me toe eraf. Geef ze een nieuwe plek op het stripje. Dan met het puntje van de Dumont waaier ik hem uit tot een perfecte waaier. Net iets boven de helft pak ik hem vast. Dan naar me toe en naar boven haal ik hem eraf. Perfecte basis, perfecte waaier.
Ik waai ze iets naar de buitenkant uit. Dan pak ik er een stuk of 3, 4, afhankelijk van wat de klant wil. Geef ik een plekje op het stripje. Met het puntje van mijn Dumont tweezer maak ik dat dan heel voorzichtig subtiel. Het is natuurlijk heel, heel fijn materiaal tot een waaier. En dan pak ik hem op de helft vast. In één vloeiende beweging trek je naar voren en naar het plafond. Dan heb je dus eigenlijk de perfecte waaier. En als je dan ook nog eens maar 1 mm in de lijn dipt, echt niet meer, dan klapt hij ook niet dicht. Als je te veel lijm op je waaier gebruikt, dan kruipt die lijm naar boven tussen die haartjes in en dan klapt hij dicht. Dat is zonde. Even een close-upje. Ik waaier ze dus uit naar de zijkant. Dan pak ik een stuk of 3, 4. Die geef ik een nieuw plekje op het stripje. Met het puntje van de Dumont waaier ik ze vervolgens heel voorzichtig uit. Tot een hele mooie waaier. Dan pak ik ze halverwege vast. Met het puntje van de Dumont trek ik hem naar voren en naar het plafond. Zo gebeurt het dat mijn basis heel dicht bij elkaar blijft. Even een close-upje. Ik waaier ze dus uit naar de zijkant. Dan pak ik een stuk of 3, 4. Die geef ik een nieuw plekje op het stripje. Met het puntje van de Dumont waaier ik ze vervolgens heel voorzichtig uit. Tot een hele mooie waaier. Dan pak ik ze halverwege vast. Met het puntje van de Dumont trek ik hem naar voren en naar het plafond. Het bruine stripje op deze plaat is van Lash Extend. De witte zijn van Perfect Eyelash. Neem niet weg dat je daar gewoon hetzelfde trucje mee kan doen. Elk merk heeft zijn voor- en zijn nadelen. En dan heb je ook nog te maken met persoonlijke voorkeur. Maar we kunnen met beide wimpers hele mooie volume fans maken. Hey, wij zijn bij de Boomba Show! Ja! In Nieuwegein. We wachten nog even op vriendinnetje Ella. En dan hebben we zometeen een uurtje plezier en een lekker lui kindje. Het is een hele rustige avond. Want ik hang zojuist op met mijn makelaar. Die vertelt dat het gewoon rond is. De deal is rond. Ik heb voor dinsdag aanstaande gewoon een tekenafspraak staan voor mijn nieuwe pand. Dus wel echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik ben helemaal even buiten adem. Ik ga even Rissie, moeder appen met goede nieuws. Ik ben
zo blij hiermee. We kunnen huren vanaf 1 juli. En ik denk dat we even wat 2-3 weken nodig hebben om wel te klussen hoor. Dus dat we er eind juli dan ingaan. Ik ben echt zo blij. Oh, ik kan het jullie niet uitleggen op camera. Om te vieren dat mama een nieuw pandje heeft. Zoals je ziet aan het postuur. Wij vieren hier alles met eten. En wat eten we, Ries? Wat staat er op het festivalmenu? Op zijn Grieks. Halleluja. Op zijn Grieks. Is toch anaal?